Welkom bij deze Capgemini Invent Talks in ons drieluik met over uitdagingen in de zorg. Onze eerste ging over digitalisering in de zorg. Onze tweede ging over data-ecosystemen in de zorg. En vandaag gaan wij het hebben over duurzaamheid in de zorg samen met Eva en met Stan. Eva, is de zorg eigenlijk wel duurzaam? Nee, daar kan ik kort over zijn. De Nederlandse gezondheidszorg is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot. Als je dat vergelijkt met Europa, dan is het daar 5% van de totale CO2-uitstoot. Nou, waarschijnlijk verwachten burgers bij een maatschappelijke dienstverlening als zorg dat dat automatisch duurzaam is. Maar toch zie je daar ook steeds meer aandacht voor hoe duurzaam is de zorg eigenlijk. 50 jaar geleden kwam de Club van Rome al met een rapport Grenzen aan de groei. Dus we waren op tijd gewaarschuwd. Stan, waarom is het zo lastig om de sector te verduurzamen? Nou, wat we zien binnen de zorg, hè, maar dat zien we eigenlijk ook in andere sectoren, is omdat het datalandschap zo ontzettend versnipperd is, het lastig is voor zorginstellingen om door te rekenen hoe die ecologische voetafdruk is opgebouwd. En ze daarmee beperkt zicht hebben op waar ze effectief hun uitstoot kunnen reduceren. Daarnaast zien we ook dat de werkdruk in de zorg momenteel gewoon heel erg hoog is. Dus er is weinig ruimte voor medewerkers uit de lijn om initiatieven op te pakken om dus ook echt die uitstoot te reduceren. Uit gesprekken met onze klanten horen we dat de opschaling een probleem is. Maar hoe gaan we de zorg duurzamer maken? Nou, in de kern, meten is weten. Dus als je die voetafdruk bijvoorbeeld in de zorg probeert op te delen, dan kun je denken aan 5 pijlers. De eerste is gebouwen. Tweede is mobiliteit, van personeel, patiënten, maar ook van bezoekers. De derde is afval. Vierde, logistiek, bijvoorbeeld rondom hulpmiddelen. En als laatste heb je medicatie. Eigenlijk de hele lifecycle, alles van productie tot toediening. Nou, als je bij die 5 pijlers op een gegeven moment inzichtelijk hebt waar je uitstoot zit, kun je hotspots identificeren. En dan weet je heel goed waar maatregelen echt het gewenste resultaat kunnen realiseren. En wat wij dan als Capgemini nog doen, is dat we eigenlijk voor die maatregelen inzichtelijk maken van, joh, wat is nou de financiële implicatie? Maar ook kijken naar welke capaciteit is benodigd. En wat doet het met de impact van de kwaliteit van zorg? Eva, als we die 5 pijlers bekijken, hoe gaan we dat dan doen? Nou, een belangrijk aspect daarin is digitalisering. Mm-hmm. Zowel meer zorg thuis als meer zorg op afstand is daarin heel belangrijk. Mm-hmm. En daarnaast zijn er steeds meer persoonlijke gezondheidsomgevingen. Ja. Nou, om een voorbeeld te noemen van een project. Wij helpen nu een organisatie met telemonitoring voor hartpatiënten, waarbij vitale functies thuis gemeten kunnen worden. Dat beperkt natuurlijk enorm de mobiliteit, zowel van de patiënten als de zorgverleners. En om een ander voorbeeld te noemen waar digitale ondersteuning een belangrijk aspect is, is in de logistieke keten. Ja. Waarbij bijvoorbeeld medicijnen veel sneller geleverd worden direct van de groothandel naar de patiënt thuis. Ja, maar is uiteindelijk niet verlenen zorg niet de beste zorg wat betreft impact op ons milieu? Ja, zeker. Ja. Daar zit natuurlijk het meeste besparingspotentieel, zowel qua duurzaamheid als qua de kosten van de zorg die enorm stijgen. Dus het zou mooi zijn, en dat zie je ook in de beweging die er nu zijn met het integraal zorgakkoord, dat er steeds meer aandacht komt voor gezond leven en preventie. En dan niet alleen voor potentiële patiënten, maar ook van de medewerkers, zodat zij duurzaam inzetbaar zijn in de zorg. Maar Stan, gaat het allemaal wel snel genoeg? Als je kijkt naar de Green Deal Duurzame Zorg 3.0, daar wordt een doel gedefinieerd van klimaatneutraal in 2050. Dat is 28 jaar vanaf nu. Kan het niet veel sneller? Ja, ik denk dat het sneller kan en ik denk dat het ook sneller moet. En ik denk dat een routekaart organisaties echt kan helpen om acties in de tijd uit te zetten naar 2050. Mm-hmm. En dat we het zo gaan redden. Ja, en Eva, hoe zie jij dat? Ik denk zeker dat het haalbaar is. Alleen wat ik zie is dat de urgentie nu vrij laag is. Ook vanwege de andere problemen die spelen. Zeker als je kijkt niet alleen naar Nederland, maar wat er wereldwijd aan ontwikkelingen gaande is. Zowel qua politiek als economisch. Dat het gewoon goed is om wat meer de regie in eigen hand te hebben. En een heel praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld het verduurzamen van gebouwen door middel van zonnepanelen. Dus wat ik jullie hoor zeggen is dat de bewustwording er is. De urgentie moet omhoog. Ja. Maar als we nu gewoon samen doorpakken naar duurzame zorg, dat het hopelijk dan versneld goed gaat komen. Eva en Stan, dank. Erg inzichtelijk. En jij bedankt voor het kijken naar deze Capgemini Invent Talks.